Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door JVR en Schouten Zekerheid. Als jij denkt dat jij op zondag gaat lopen hardlopen, God heeft met ons gesproken. Want we gaan die marathon lopen, want ik zit niet met een stelletje kanjers in de wagen. Toch? Jongens, wat nou? Je hebt een gouden kilo lichter, jongens. Tijdens de marathon bepaal je wie dat je bent. Waar werkte jij dan precies voor? Ja, een soort van bedrijf, maar ik heb ook nog in een paar films gespeeld. Zo, netjes. Ja, nou, echt netjes was het niet hoor.
De genomineerden voor sportploeg van het jaar zijn... Excelsior 20, cricket. Excelsior 20 werd dit jaar voor de 9e keer in de clubhistorie nationaal kampioen. De Schiedammers wonnen de finale om het landskampioenschap overtuigend van Dosti uit Amsterdam. Feyenoord, voetbal. Feyenoord sloot het seizoen 2011-2012 af met een mooie tweede plek en plaatsing voor de voorronde van de Champions League. De mooiste wedstrijd van het seizoen was de 4-2 winst op Ajax met een hat-trick van publiekslieveling John Guidetti. Sliedrecht Sport, volleybal. De dames van Sliedrecht Sport pakten in 2012 de dubbel. Op 1 april won de ploeg voor het eerst in de geschiedenis het landskampioenschap. In diezelfde maand werd onder leiding van Meino Roosendaal op overtuigende wijze de nationale beker gewonnen. Well done, boys. You know, we knew we were going to win this. There was only one team that could win this in the whole of Holland, probably the whole of Europe, you know, because the way we did it last year was just ridiculous. So, yeah, this was the easy win for us, and we just keep doing now. And, you know, we're all Feyenoord till we die, and we're going to the top. So make sure you win the league this year and do what you got to do, boys, innit? So well done, boys.
De genomineerden voor Sportman van het Jaar zijn... Patrick van Luik, atletiek. Patrick van Luik won bij de EK in Helsinki een zilveren medaille op de 200 meter. Daarnaast pakte hij met het Nederlands estafetteteam goud. Op de Olympische Spelen in Londen werd de Nederlandse ploeg zesde in een nieuw Nederlands record. Robin van Persie, voetbal. Van Persie werd met 30 doelpunten topscorer van de Premier League. Hij werd verkozen tot Speler van het Jaar door collega's en pers. En het goede seizoen leverde hem ook een nominatie op voor de Gouden Schoen. Deze zomer maakte hij de overstap van Arsenal naar Manchester United, waar hij inmiddels de topscorer van de club is. Mitchell Steenman, roeien. Mitchell Steenman maakte onderdeel uit van de Holland 8, die op de Olympische Spelen als vijfde eindigde. Een maand na de Spelen won hij samen met Rogier Blink op het EK in Varese de Europese titel in de twee zonder.
Dit is Manchester. Dit is het trainingscomplex van Manchester United. Het heilige der heiligen. Een van de grootste clubs ter wereld. Daar zijn we te gast. Dit is Michel van Jaarsveld van Rotterdam Topsport. En heb je de award bij je? Hij zit in mijn rugzak, dus hij komt goed. We gaan Robin van Persie blij maken. Maar hij denkt dat we hier zijn om te praten over zijn nominatie. Maar laat hem dat nog maar heel even denken. Rooney, Van Persie vertrekt, dat heeft Rooney gezien. Kan Van Persie erbij? Ja, en een doelpunt. Doelpunt Van Persie. En het is ook een geweldige assist van Wayne Rooney. Robin, gefeliciteerd. Je bent genomineerd voor Sportman van het jaar in Rotterdam. Mitchell Steeman, Patrick van Luik en Robin van Persie. Wat doet dat met jou? Ja, heel veel. Dat is een hele eer. Dus volgens mij hebben er 16.000 mensen gestemd. Dus ja, ik ben erg blij met die nominatie. Maar denk jij nou echt dat wij helemaal naar Manchester zijn gegaan om alleen maar te zeggen dat je genomineerd bent? Laten we gewoon ophouden. Robin van Persie, van harte gefeliciteerd. Michel. Dankjewel. Je bent ik had al zo'n klein voorgevoel. Gefeliciteerd. Hartstikke bedankt. Alsjeblieft namens alle Rotterdammers en de kijkers en luisteraars van RTV Rijnmond en de jury. Unaniem Sportman van het jaar. Nou, hartstikke bedankt. Hij is heel mooi. Ik heb hem een aantal jaar geleden heb ik hem ook gewonnen, gelukkig. En ja, toen vond ik hem al heel mooi, maar hij is nu nog mooier geworden. Met de skyline van Rotterdam zie ik zo snel, klopt dat? Ja. Ja, leuk hoor. Maar jouw jaar 2012, half Arsenal, half Manchester United. Ja. Krijg jij hem nou terecht? Is dit een van jouw beste jaren uit je carrière? Als je kijkt naar goals en assist, is dat wel zo. Ik heb een goed jaar gehad. Ik heb de afgelopen 2 jaar al eigenlijk geen wedstrijd gemist in de league. Dus dat is sowieso natuurlijk heel fijn. En ik heb mijn vorm gewoon heel goed kunnen doorzetten. En dat is heel belangrijk, zeker als je aanvaller bent, als je goede stats wat neerzetten. Dan ja, moet je gewoon fit zijn. En dat is nu gelukt de afgelopen 2 jaar. Dus hopelijk kan ik dat nog even doortrekken. Dus ik geniet gewoon, ik heb het goed naar mijn zin. En ik ben erg blij met deze prijs. Er zitten 1500 mensen in het Luxor Theater. Er kijken 300.000 mensen naar de tv. Ja. Wil jij ze bedanken? Of wil je zeggen van, joh, het wordt eindelijk tijd? Nee, helemaal niet. Ik ben heel blij en trots met deze prijs. En hartstikke bedankt voor jullie stemmen. 16.000 stemmen. En nogmaals bedankt. Het is een hele eer. En alsof het allemaal nog niet op kan. 150 jaar Sofia. Robin signeert een shirt, zodat het in de loop van het jaar geveild kan worden. En de opbrengst natuurlijk volledig naar het Sophia Kinderziekenhuis gaat. Robin, daar moet je ook wat mee hebben, hè, met het Rotterdamse Sophia Kinderziekenhuis. Ja, zeker. Zeker weten. Het is zo'n goed doel. Dus het is gewoon. We zijn al jaren hartstikke goed bezig. En voor kindjes en zieke mensen. Dus dat is. Dat moeten ze vooral zo blijven doen. En, hoeveel moet die opleveren? Minimaal? Dat moet je nu even zeggen. Hè? Minimaal? Nou ja, elke cent telt natuurlijk. Maar zoveel mogelijk. Een paar honderd euro, misschien zelfs iets meer. Ik weet niet. Al zit er vanavond iemand in de zaal die hier nu 3000 euro voor geeft, mag hij hem hebben. Als er daarnaast iemand zit die 3200 zegt, mag hij hem hebben. Maar we zetten in op 3000, want dat is het shirt van Rotterdams beste sporter. Toch minimaal waard. Alsjeblieft. Kijk, nou. Dankjewel. Hier is die. Hij kan geboden worden.
De genomineerden voor Sportvrouw van het Jaar zijn... Lisette Teunissen, aangepast zwemmen. Lisette Teunissen behaalde op de Paralympische Spelen in Londen een gouden medaille op de 50 meter rugslag. Op de 200 meter vrijslag eindigde ze als zevende en op de 50 meter vrij als achtste. Diane Valkenburg, schaatsen. Diane Valkenburg won samen met Irene Wüst en Linda de Vries de wereldtitel op de ploegenachtervolging. Op het EK Allround in Budapest eindigde ze als vijfde. Dit seizoen pakte Valkenburg voor het eerst in haar carrière de nationale titel op de 3000 meter. Edith Bos, judo. Edith Bos werd voor de vierde keer in haar carrière Europees kampioen in de klasse tot 70 kilogram. Op de Olympische Spelen in Londen won Bos de bronzen medaille. Haar derde Olympische medaille.
Daar is Ronald Koeman dan, dames en heren. Een groot applaus voor deze winnaars. Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door JVR en Schoutenzekerheid.